bent u ook zo blij dat de mondkapjesplicht wordt afgeschaft? Ja, zeker wel. En wat maakt u zo blij? Nou, ik vind het nu heel erg warm en benauwd, maar ja, het geeft toch ook wel weer een gevoel van vrijheid. Ja, denk ik toch. Wat maakt u zo blij? Dat heeft een beetje te maken met mijn achtergrond. Ik ben bron- en contactonderzoeker voor de GGD. Dus ik zit volop in het corona gebeuren. En je ziet dat de besmettingen sterk achteruit gaan, zeg maar. En dat we de samenleving langzaam weer op gang helpen. En je merkt aan iedereen dat je daar blij van wordt. Ja. Het is een beetje dubbel. Ik vind het heel fijn, maar ik twijfel toch wel of het een goede beslissing is. Want? Het is mogelijk, je komt zo met zoveel mensen in contact. Op de markt merk je dat ook al direct weer. Ze gaan direct achter je staan, naast je staan. Ik vind het nog een beetje onveilig voelen. Ja. Want de mogelijkheid dat je besmet wordt is toch nog groot. Ik word er echt benauwd van en ik ben er gewoon echt helemaal klaar mee. Denkt u dat het een goede maatregel is op dit moment? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat de maatregel er nooit had hoeven te zijn. Dus ik denk dat ik in het stukje categorie mensen zijn die heel anders denken over corona. Dus ik ben het helemaal niet echt ermee eens. Ja, daar ben ik wel blij mee. Wat maakt u zo blij? Omdat ik het lastig vind. Het is, het geeft je minder energie. Het is benauwd, zeker met deze hitte. En ik vind het ook prettig om gewoon het volledige gezicht van mensen te kunnen zien. Maar ik denk niet dat u het helemaal correct zegt, want ik heb vanmorgen gelezen in de krant dat dat in combinatie moet zijn met de 1,5 meter maatregel. Dus als je bijvoorbeeld in de trein zit, moet je hem wel opdoen. Daarvan vind ik persoonlijk zelf onzin, maar ik snap ook wel dat het voor de rest van het volk van Nederland dat best wel slim is om dat ingezet te worden. Ik was net bij de apotheek en dan het hele mondkapje is bezweet, dus dan moet je elke 5 minuten wel een nieuwe nemen. Ja. Oh, met die warmte mondkapje gaat niet samen. U kunt weer ruim en opgeruimd ademen. Dat ook. Ja. Ja. We kunnen overal gewoon weer leuke dingen doen. Dus eigenlijk was wel gewoon een beetje een straf of zo. Zo heb je dat ervaren? Ja, vooral de derde lockdown. Ja. Alleen met warm weer word je dan benauwd? Ja, met koud weer is het ook wel eens fijn. Dan hou je het warm in je gezicht. Dat we allemaal weer mogen gaan reizen. En dat we elkaar weer mogen bezoeken met meerdere mensen in huis. Hè. Dus daar ben ik enorm blij mee. Maar ik zie u denken, er zit een maar aan te komen. Ja, als het maar niet te snel gaat. En dat we weer in augustus, september weer alles terug moeten trekken. Zeker niet, zeker niet. Nee, ik denk nog steeds wel dat we ons goed aan de regels moeten houden. En op moeten volgen wat advies is. Daar hebben mensen goed over nagedacht. Dus ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat herken ik zeker. En soms betrap ik mezelf er ook op, maar ik blijf wel met mijn hoofd erbij. Ik merk overal dat ze allemaal zo makkelijk zijn en dat baart me zorgen. Ja. Ik vrees dat dat straks weer voor meer andere cijfers zorgt. Ja, ik vind het een beetje tricky, omdat ik vanuit het werk daar heel dicht bij sta, zeg maar. En dat je eigenlijk alles wil doen, zeg maar, om weer naar het normale terug te gaan. En als mensen die daar voor mijn gevoel meer verstand van hebben als ik naar kijken, zeg maar, en die dat adviseren, dan kan eigenlijk, denk ik, omdat dit fenomeen voor de hele wereld nieuw is, deze pandemie, ja, kun je eigenlijk pas objectief achteraf concluderen wat werkt wel en wat werkt niet. En ik denk voor mezelf dat het belangrijkste is waarom cijfers omhoog gaan of omlaag gaan. Het heeft in principe altijd te maken met gedrag van de mensen. Ik merk het dus in de contactgesprekken die ik heb met de mensen die positief getest zijn. Ja, die krijgen instructies wat het inhoudt, wat ze moeten doen. Thuissituatie, in quarantaine. En in het begin zag je dat mensen, naast dat ze geschrokken zijn dat ze positief getest zijn, ook heel welwillend waren in het opvolgen van de instructies. En je merkt dus gewoon in de loop van de tijd
mensen daar steeds nonchalanter in worden. Heeft het zin gehad, het dragen van een mondkapje? Nee, vind ik niet. Nee, want als ik boodschappen ga doen, dan staan ze ook 10 centimeter achter me. Dus, en de meeste mondkapjes zijn niet eens medisch verantwoord. Dus ik ben het er niet mee eens dat het heeft geholpen. Nee. Nou, de mensen die er zo'n grote mond over hebben, dan denk ik wel van, ja, als die het eens krijgen, dan weten ze ook hoe het is. Want dat, zijn ook mensen van, ik doe nergens wat op uit, ik vind het wel goed. Het is flauwekul, maar ik vind het geen flauwekul. Welke kant moet het dan allemaal op gaan, nu de mondkapjesplicht wordt afgeschaft ook? Dat het weer eens vrij wordt in zijn algemeenheid. Het heeft lang genoeg geduurd. Dat met deze versoepeling alle problemen zijn opgelost? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Er komen problemen bij, vrees ik. En wat gaat er dan gebeuren? Of wat moet er dan gebeuren als er problemen komen? Het zou zomaar kunnen dat we dan weer een stapje terug moeten met alle maatregelen. En dat er toch weer strengere maatregelen komen waar de mensen weer beperkt worden. En dat willen ze toch ook niet. Maar nu zien we toch dat we enorm aan een enorme inhaalrace bezig zijn. Ja. Dus het gaat goed. En we kunnen weer vrij ademen. Dat heb ik altijd wel gekund.